Authority goes with knowledge. Want autoriteit gaat gepaard met kennis. 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is 2. So, if you are having an exam, 1 plus 1 is 2. Dus als u een examen heeft, dan is 1 plus 1 2. When you don't know that 1 plus 1 is 2, what will happen? En als je niet weet dat 1 plus 1 2 is, dan zak je. You will fail. Dan ga je zakken. But if you know 1 plus 1 is 2, you don't have nobody to discuss with. You say, hey, we don't have a discussion here. This thing is 2. En als je weet dat 1 plus 1 2 is, dan ga je niet in discussie met niemand is, want dan zeg je, hey, dit is 2. So, we are the one that give the enemy inherent ability because of ignorance or lack of knowledge. En wij zijn de mensen die de vijand inherent kunnen geven, inherent vermogen geven vanwege gebrek aan kennis. We gave him the power to deal with us. En dan geven wij hem zelf de macht over om met ons te kunnen dealen. That is what happened with most babies. En dat is wat er gebeurt met de meeste baby's. That's why you must teach babies how to flow in their authority. En daarom moet je baby's dus leren hoe ze kunnen stromen in hun autoriteit. Stop always pampering a baby. En hou ermee op om altijd maar een baby te pamperen. Well, I understand. Ja, maar ik begrijp het allemaal wel. Ik begrijp het wel. You want them to grow? Je wilt toch dat ze groeien? Teach them the word. Dan moet je ze het woord leren. Say, teach them the word. Zeg onderwijs het woord. Because the word of God is their authority. Want het woord van God is hun autoriteit. When you give them the word, als je ze het woord geeft, you give them strength. Dan geef je ze kracht to fight back. Om terug te vechten. Watch this. Let op. What do you do to a child? Wat doe je met een kind? When the child is hungry. Wanneer het kind honger heeft. What? Dan geef je het te eten. You feed the baby why? Dan voed je die baby waarom? Is the need of the baby. En dan and is without het food, what en zonder will happen? Eten, wat gebeurt er dan? What? The baby will die. Dan gaat de baby dood. It's the same spiritually. En zo is het geestelijk ook. When they come to you, als ze naar je toe komen, stop feeding their emotions. Hou er dan mee op om hun emoties te voeden. You should know that their mind is not renewed. Je moet weten dat hun denken niet vernieuwd is. Don't always tell them it's okay. Zeg niet altijd tegen ze, ja, maar het is allemaal oké. Okay. Tell them why it's okay. Nee, vertel ze waarom het oké is. Because there will be a day. Want er zal een dag zijn. They cannot reach you. Dat ze je niet kunnen bereiken. And that day. En die dag. They need to do things for themselves. Moeten ze dingen voor zichzelf kunnen oplossen. Train the child. Train dat kind. Don't spoil the child. En verwend het kind niet. And any child that doesn't like correction is a fool. En elk kind dat niet van correctie houdt is een dwaas. When you don't like correction, you are a fool. Als je niet van correctie houdt, ben je een dwaas. When you are criticized. Wanneer je bekritiseerd wordt. As a young person, it's not a good feeling. Als een jong persoon zijnde is dat geen fijn gevoel. But that is what makes you to be the person that God has called you to be. Maar dat laat wel de persoon zijn waar God je toe geroepen heeft. The person criticizing you is not the one learning. You are. Want degene die jou bekritiseert is niet degene die leert, maar jij leert dan wel. So when you back down because they criticize you, it makes you a fool. That means you don't want to learn. En als je dan terugdeinst, ben je dan gewoon een dwaas, want dat laat zien dat je helemaal niet wil leren. So when you are dealing with a baby. Dus als je te maken hebt met een baby. As much as you are careful with the baby. Hoe voorzichtig je ook moet zijn met die baby. What you tell the baby. In wat je die baby dus zegt. At the same time. Tegelijkertijd. Make sure you speak the truth. Moet je er wel voor zorgen dat je de waarheid geeft. Always. Altijd. If the baby is gossiping. Als die baby roddelt. Sit the baby down. Ga met die baby zitten. Tell the baby why you don't have to gossip. En zeg tegen die baby waarom je niet hoort te roddelen. Because when you gossip, want als je roddelt, you're acting like a witch. Gedraag je als een heks. When the baby comes from the world, wanneer die baby uit de wereld komt, there are many things they don't know. Zijn er heel veel dingen die ze nog niet weten. They still need to grow. Ze moeten nog groeien. So they gossip. Dus dan roddelen ze. Why? Waarom? Their mind is not renewed. Omdat hun denken nog niet vernieuwd is. In the world it's normal. In de wereld is het namelijk wel normaal om je zo te gedragen. It's normal. Daar is het normaal. But they don't know. Maar ze weten niet. They are acting like witches. Dat ze zich gedragen als heksen.
Because witchcraft spirit goes with gossip. Want een hekserijgeest gaat gepaard met roddelen. So when you sit, you are talking about your friend, you are gossiping, you are a witch. Dus als je praat over een vriend van je, ben je gewoon een heks. Are you getting what I'm saying? Begrijp je wat ik zeg? So, train the baby with the word. Dus train die baby met het woord. They don't know their authority yet. Zij kennen nog niet hun autoriteit. Teach them. Leer ze. When you notice this, wanneer je dit opmerkt, take authority and rebuke it. Neem je autoriteit en bestraf het. Tell them that certain environments are not good for your growth. En vertel ze ook dat bepaalde omgevingen niet goed zijn voor hun groei. Be honest with them. En wees ook echt eerlijk met ze. Be honest. Wees eerlijk. Tell somebody be honest. Zeg tegen iemand wees eerlijk. So, you want to give them power. Dus je wil ze macht geven. That will cause changes. Wat verandering bewerkstelligt. It's not in your nice talk. En dan zit dat dus niet in die mooie praatjes van je. The worst thing to do to a baby. Het ergste wat je met een baby kunt doen. Is to sow seeds of unbelief. Is om zaden te zaaien van ongeloof. Always tell them you can do it. Vertel ze altijd je kan het. Mark chapter 6. We are going somewhere. En laten we kijken naar Marcus hoofdstuk 6. We gaan ergens naartoe. Always tell the baby you can do it. Even when the baby tries and fails. And still tell the baby you can do it. Because all things are possible to him that believe it. En zeg altijd tegen die baby, je kan het wel. Ook al gaat het niet goed. Zeg ze gewoon, blijf ze zeggen van, weet je, je kan het wel. Want de Bijbel zegt, alle dingen zijn mogelijk voor zij die geloven. Can you imagine? Kun je je voorstellen? Somebody is sick. Iemand is ziek. You tell the baby, lay hands on the person. En je zegt tegen die baby, leg die persoon the gewoon baby de hand say, op. No, are you sure? En die Bijbel zegt, weet je het zeker? Hij zegt, ja. Say in the name of Jesus. Zeg in de naam van Jezus. Don't discourage the baby. Ga die baby niet ontmoedigen. Because the experience that a baby gets from God. Want de ervaring die de baby van God krijgt. They will keep repeating it. Die zullen ze blijven herhalen. Hallo. Sometimes they are not feeling good. Say lay hands on yourself. En soms voelen ze zich niet goed. Dan moet je gewoon zeggen leg jezelf de hand op. When they do that they get healed. Want als ze dat doen dan raken ze genezen. Next time they will do it again. En de volgende keer gaan ze het dan weer doen. Don't show unbelief. Zaai well, geen ongeloof. It's good sometimes to be sick. Ja, het is heus wel oké, als je soms ziek bent. No, it's wrong. Nee, het is fout. It's wrong. Het is fout. Tell somebody it's wrong. Zeg tegen iemand het is verkeerd. Because already the way they feel about themselves is wrong. Want de manier hoe ze zich voelen over zichzelf is al verkeerd. It takes the word of God to change it. En het vergt het woord van God om dat te kunnen veranderen. They didn't come to church for you to give them your feelings. Ze zijn niet naar de kerk voor jou gekomen om je gewoon je gevoel aan ze te geven. They came to church to look like Jesus. Ze zijn gekomen naar de kerk om op Jezus te lijken. Give them Jesus. Geef ze dan ook Jezus. Don't give them your idea. En geef ze niet jouw idee. Give them Jesus. Geef ze Jezus. Don't give them your culture. Geef ze niet je cultuur. Don't give them your tradition. Geef ze niet je traditie. Even your experiences. En zelfs niet je ervaringen. If your experiences. Want als je ervaringen. They are not in line with the word of niet God. In lijn zijn met het woord van God. Don't share it with a baby. Deel het dan niet met een baby. And that is the mistake that most people make. En dat is de fout die de meeste mensen maken. You just share to babies all kinds of nonsense experiences. Je deelt met baby's allerlei onzinnige ervaringen. The question is, maar de vraag nu is, how is that experience helping them now? Hoe helpt die ervaring ze op dat moment? And who told you they must experience what you experience? En wie zegt dat ze moeten ervaren wat jij ook hebt ervaren? Paul said to Timothy, Paulus zei tegen Timotheus, preach the word. Predik het woord. Three words. Preach the word. Drie woorden. Predik het woord. Period. Punt uit. He did not tell Timothy. Hij heeft niet tegen Timotheus gezegd. Preach your senses. Predik je zintuigen. He said, preach the word. Hij zegt predik Why? Het woord. Waarom? Because the word. Omdat het woord. Carries the inherent ability. Het inherent vermogen draagt. To cause changes. Om veranderingen te bewerkstelligen. In your life. In uw leven. It is sharper. Het is scherper. It's alive. Het is levend. It is quick. En het is snel. It's a discerner of thoughts. En het is een onderscheider van gedachten. So God doesn't expect you. Dus God verwacht niet dat u. To use your idea to train somebody. Uw eigen idee gebruikt om iemand mee te trainen. That is why people stay in church. They don't grow. En daarom verblijven mensen in de kerk en groeien ze niet. Oh, you move from another church, one church to another. You come to a place. Of je gaat van de een naar de andere kerk en dan kom je op een plaats. Waar ze het woord werken onderwijzen.
En dan zeg je, I didn't know all this. Ja, maar dit wist ik helemaal niet. Tuurlijk niet, omdat je denkt dat je elke dag misschien maar onder de kracht moet vallen. But you don't know the word of God itself is power. Maar je weet niet dat het woord van God op zichzelf kracht is. The word of God is your strength. Het woord van God is uw kracht. The word of God is what gives you the ability to do what you have to do. Het woord van God geeft u het vermogen om te kunnen doen wat u moet doen. The word of God is what will change how you think. Het woord van God is datgene wat verandert hoe je denkt. The word of God changes how you feel about you. En het woord van God verandert hoe jij je over jezelf voelt. The word of God removes rejection. En het woord van God verwijdert afwijzing. It makes you to see yourself in God. Het laat je jezelf in God zien. The word of God is your answer. Het woord van God is je antwoord. The word of God is your advice. Het woord van God is je advies. The word of God can build you up. Het woord van God kan jou opbouwen. The word of God has everything you need. Het woord van God heeft alles wat je nodig hebt. We should stop raising people based on our culture. We moeten ermee ophouden om mensen maar op te voeden gebaseerd op onze cultuur. Yes, somebody say in our culture. Ja, iemand zegt ja, maar in onze what cultuur. What does your culture have to do with the Jesus culture? Maar wat heeft jouw cultuur met die Jezus cultuur te maken? Nothing. Helemaal niets. Look at it. Kijk ernaar. It is quick, it is powerful by itself. Het is krachtig en het is levendig op zichzelf. It is quick. Het is krachtig. It makes alive. En het maakt tot leven. It is powerful. Het is krachtig. All by itself. Allemaal op zichzelf. It is sharper. Het is scherper. All by itself. Op zichzelf. It's a two-edged sword. Het is een tweesnijdend zwaard. Stop there. Stop daar. That means you have to be careful. En dat betekent dus dat je uit moet kijken. It can also wound, it can also cause damage to you. Het kan je ook schade aanrichten. Two-edged sword means een tweesnijdend zwaard betekent you have to use it wisely. Dat je het wijs moet gebruiken. Because it can work against you. Want het kan je ook tegenwerken. So if the word of God is not presented the right way, dus als het woord van God niet op de juiste manier gepresenteerd wordt, zal het tegen je werken. That's why it's a two-edged sword. Daarom is het een tweesnijdend zwaard. You must handle it with wisdom. Je moet het met wijsheid behandelen. Are you getting this? Begrijpt u dit? Now watch this. Nu, kijk dit. Mark 6. Markus 6. Vers 5. And he could there do no mighty work. Jesus could not. En Jezus kon het niet. The word work there means dynamis. Het woord kracht daar betekent dynamis. Work in that statement means dynamis. Maar werk in de Engelse vertaling betekent dynamis. No, in Greek. That is dynamis. En in het Grieks is dat dus dynamis. So, Jesus said, dus Jezus zei, I gave to you power. Ik heb u macht gegeven. Over all the dynamis. Over al de kracht. Of who? Van de vijand. Enemy, right? Toch? So watch this. Dus let op. Anytime you see, iedere keer dat je ziet, work in the Bible. Werk in de Bijbel. Anytime you see it, iedere keer dat je dat ziet, is talking about dan spreekt dit van dynamis. Dynamis. Are you getting this? Begrijpt u dit? So watch this. Why couldn't he do anything in that place? En waarom kon hij niets op die plaats doen? Because the enemy, want de vijand took, nam the power, ontnam de kracht from the people, van de mensen. And they were operating in unbelief. En toen opereerden ze in ongeloof. I will say it again. Ik zal het nog een keer halen. Most of the time, de meeste tijd, the inability of a baby, het onvermogen van een baby to act in a particular way, om in een bepaalde richting te handelen, is because the baby is in the wrong environment. Is omdat die baby verkeert in de verkeerde omgeving. Wrong friends. De verkeerde vrienden. I learned that long time ago. En dat heb ik lang geleden al geleerd. Trust me. Vertrouw me maar. I can choose my friends. Ik kan mijn vrienden uitkiezen. I can laugh with everybody. Ik kan met iedereen lachen. I can smile with you. Ik kan met je glimlachen. Love you. Van je houden. But when I really mean business. Maar wanneer ik het echt serieus meen, I know who to talk to. Dan weet ik precies met wie ik moet praten. Not everybody you need. Want niet iedereen heb je nodig. Stand for me, my brother with glasses. My brother with, oh, two of you. The one there. You are a footballer, right?
U bent een voetbalspeler, toch? So you are very disciplined. Dus je bent heel gedisciplineerd, als ik het goed begrijp, toch? So, what if you start to hang out with people that are not disciplined? Dus wat als je begint rond te hangen met mensen die niet gedisciplineerd zijn? Wat gebeurt er dan? What? You follow them as well. So, what do they do? They take. En wat doen ze dan? Ze ontnemen je je kracht. They take what is important. Ze ontnemen wat belangrijk is. And that's what most people don't know. En dat is wat meeste mensen niet weten. Why is somebody your friend? Waarom is iemand je vriend? Maybe you didn't know better. Misschien wist je niet beter. You were in the world. Je was in de wereld. But everywhere people. Maar zelfs wereldse mensen. At some level. At some level. Op een bepaald niveau. They don't mix with everybody. Gaan ze niet met iedereen om? I used to think that is pride. En ik dacht altijd dat dat hoogmoed was. Then I noticed, no, it's not pride. Maar toen zag ik, nee, dat is geen hoogmoed. It's just focus. Het is gewoon focus hebben. Why don't you ask yourself? Waarom vraag je jezelf niet af? You all started school the same day. Jullie zijn allemaal op dezelfde dag met school begonnen. As babies. Als baby's. One of you. En één van jullie. Or five of you. Of vijf van jullie. And not becoming. Werden uiteindelijk. The prime minister. Een vicepresident. Have you ever asked yourself why? Heb je jezelf dan wel eens afgevraagd waarom dat is? By the way. Trouwens. Go to school. Ga naar school toe. Go ask their record. En ga hun verslaglegging opvragen. Just go to school. Ga naar school toe. Those kind of people. Met dat soort mensen. Check their record. En controleer hun verslaglegging. Check how they were in class. En kijk hoe ze in de klas waren. Check from day one. Kijk al maar vanaf dag 1. They had an attitude. Dat ze een bepaalde andere houding hadden. That goes with where they are now. Die gepaard ging met waar ze zich nu dan bevinden. So when you are raising a baby. Dus als je een baby opvoedt. Okay, let me just stop here. Okay, let me stoppen. My spirit just get agitated. Want misschien raak geïrriteerd. Let op. It doesn't matter where you were born. Het maakt niet uit waar je geboren bent. It doesn't even matter. Maakt zelfs niet uit. Who were your parents? Wie je ouders waren. The Bible says. De Bijbel zegt. As many as have received him. Zij die hem hebben ontvangen. To them. Aan hem. He gave them power. Heeft hij macht gegeven? John 1, verse 12. Kijk ernaar. Power. Macht. Exousia. 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 Macht. The right to become. Het recht om te worden. So before. Dus voorheen. You didn't have the right. Had to u dat recht niet om te kunnen worden? God said. En God zegt. I know. Ik weet. Maybe. Dat. Your father. Misschien je vader. Was not there anymore. Er niet meer was. Or you were raised from a family. Of dat je opgevoed bent uit een familie. Where you were never acknowledged. Waar je nooit erkend werd. You grew up that way. En zo ben je dan opgegroeid. You grew up with the spirit of rejection. Dan ben je opgegroeid met de geest van afwijzing. You grew up, you are trying to be accepted. En je bent opgegroeid en dan probeer je nu geaccepteerd te worden. You are a baby. Je bent een baby. So in the world, dus in de wereld. That is how you live. Is dat hoe je hebt geleefd. But now you are in Christ. Maar nu ben je in Christus. You are not fatherless. En ben je dus niet meer fatherless. You are not motherless. En dan ben je ook niet motherless. You are not. Dat ben je dan niet meer. You have met God. Nu heb je die ontmoeting gekregen the met God. The father of fathers and the mother of mothers. En dat is de vader van de vaderloze en de moeder van de moederloze. What did he do? Wat heeft hij gedaan? He gave you superhuman ability. Hij heeft u bovenmenselijk vermogen gegeven. To become anything you want. Om te kunnen worden wat je ook maar wil. But from the day you got born again. Maar vanaf de dag dat je wedergeboren werd. Your environment counts.
is je omgeving heel belangrijk. Your friends, they matter. Je vrienden, die doen ertoe. Who you talk to matters. En met wie je dus praat, doet ertoe. So maybe in the world you fail. Dus misschien in de wereld ben je mislukt. You fail all your exams. Je bent af voor al je examens, ben je gezakt. You were not a good student. En je was helemaal geen goede student. The day you met God. Maar de dag van die ontmoeting met God, it changes. Is het allemaal veranderd. Automatically. Automatisch. In him. In hem. Was life. Was leven. And the life. En het leven. Become light. Werd het licht. So I will tell the baby. Dus ik zal die baby dan vertellen. I know. Ik weet. The school say you are stupid. Dat die school zegt dat je dom bent. But I stand to tell you. Maar ik kom je nu vertellen. You carry the wisdom of God. Dat jij de wijsheid van God draagt. The baby. Die baby. Need faith. Heeft Gods geloof nodig. The baby. Die baby. Niet confident. Heeft vertrouwen nodig. Not in a man. Niet in een mens. Because a man already told the baby. Want een mens heeft al tegen die baby gezegd. Jesus Christ. Come on, come a man already told the baby you are good for nothing. Want dat mens heeft al tegen die baby gezegd dat hij niets nut was. So if you want to give the baby power to cause changes, don't give the baby another human idea. Dus als je die baby macht wil geven om verandering te bewerkstelligen, geef die baby dan niet een menselijk idee. The reason why they talk to the baby like that. De reden waarom ze zo tot die baby spreken. They talk to the baby. Is dat ze tot die baby spreken. As a human being. Als mens. Now. En nu. The baby is superhuman. Is die baby supernatuurlijk. The baby needs superhuman food. En dan heeft die baby dus ook supernatuurlijk voedsel nodig. The baby needs you to talk to the baby. En die baby heeft u nodig dat ze tot die baby spreekt. Based on how God has made the baby. Gebaseerd hoe God die baby heeft gemaakt. Not based on how society coined the baby. En niet gebaseerd op hoe de wereld die baby ziet. So you see a pastor who come to you. Dus je ziet dan een voorganger naar je toe komen. Say, this group of people, they are not good. En die zegt deze groep mensen zijn niet goed. Because they only remind you of your past. Omdat ze je alleen maar herinneren aan je verleden. You are not that person anymore. En die persoon ben je dus niet meer. You said, I used to have challenges. Je zegt ik had ooit uitdagingen. In my school. Op school. I think I can't succeed. En ik denk dat het dus niet the gaat lukken. De baas kijkt naar die baby. You should understand. Je moet begrijpen. The baby doesn't know his identity. Dat die baby nog niet the zijn identiteit kent. Doesn't know his authority. Die baby kent zijn autoriteit niet. The baby have mixed feelings. En die baby heeft nog gemengde gevoelens. Today the baby feels good. De ene dag voelt die baby zich the goed. Next day the baby feel down. De andere dag voelt die baby so zich slachtig. You are the one. Dus u bent dan degene to put things in alignment. Om dingen goed in lijn te brengen. Do you get what I'm saying? Begrijpt u wel wat ik zeg? Raising a baby. Een baby opvoeden. Need patience. Vergt geduld. But you need to run over. Maar je moet wel overstromen. Do you get what I'm saying? Begrijp you wat need ik zeg? To run over. Je so moet overlopen. The baby is saying to you. Dus die baby zegt tegen u. I'm not really a good student. Ja, ik ben eigenlijk niet zo'n goede student. Sit the baby ga down. Met die baby zitten. Say, no, you are. Zeg, nee, dat ben je wel. The person that was not a good student die persoon is removed. Die geen goede student was, is nu verwijderd. Die is weg. Then the baby say, how? En dan zegt die baby, hoe dan? Explain. Leg het uit. I still feel the same. Ik voel me nog steeds hetzelfde. You say yes. Dan zeg je ja. I know you feel the same. Ik weet dat je but nog that doesn't make you the truth. Maar dat maakt because je you're a brand new person. Want je bent nu een splinternieuw persoon. Are you getting this? Begrijp je dit wel? What are you doing? Wat doe je hiermee? You are bringing the baby into another kind of awareness. En je brengt die baby nu in een ander soort bewustzijn. Then. En dan. You take scriptures. Neem je ook Bijbelteksten. You say, look at John. En dan zeg je, kijk naar Johannes. In him. In hem. Was life. Was het leven. Zoe. En dat was Zoe. And the life become light. En dat leven werd het licht. He said, look at the baby. So you know the meaning of that light, that word light. En je zegt tegen die baby, ken je de betekenis van het woord licht? It means wisdom. Dat betekent wijsheid. So you are not stupid. Dus ben je niet langer meer dom. You are in him. Je bent nu in hem. Then you look at the baby. En dan kijk je naar die baby. I see a smart child. En dan zeg je, ik zie een slim I kind. I see a champion. Ik zie een kampioen. Go back to school. Ga terug naar school. You will make it. Want nu ga je wel succesvol what zijn. What do you do? Wat doe je hiermee? You just professor. Je hebt geprofiteerd. You take out unbelief. Je haalt het ongeloof weg. Because unbelief. Want ongeloof. Makes the devil. Makes the baby. Die baby. For the devil. Dat de duivel. To have power. Nog macht over. Over the baby. Die baby kan so uitoefenen. So you remove unbelief. Dus je verwijdert you ongeloof. You replace it with faith. En je zet say, daar geloof in. En dan zeg je ga terug naar school. Where is Sharon? Sharon. That is Sharon. En dat is Sharon. Come for me. Good for no use. En dat was een niets nut. This is good for no use. Dit was goed voor niets. I looked at her. En ik keek naar I haar. Said, you are going back to ik zeg, je gaat terug naar school.
You are going back. Je gaat terug. And look at Sharon. En kijk nu naar Sharon. Do you know Sharon skipped classes? Weet je dat Sharon gewoon klassen heeft overgeslagen? And what are levels? En ook niveaus heeft ze overgeslagen. What if? Wat nou als? The pastor. De voorganger. Was speaking unbelief. Over had gesproken. Sharon. Sharon. Was treated like a nobody. Werd behandeld alsof ze niets was. Nobody. Alsof ze niets Now was. She's doing HBO. En nu doet ze HBO. Because it's not the person that she used to be. Want het is niet langer meer de persoon die ze ooit was. You need the right environment. Je hebt de juiste omgeving nodig. So when you meet a pastor that is telling you this group is not good, and stop talking to babies like you are begging them. Talk to them with authority. En praat met autoriteit tot baby's. Smeek ze niet. Babies don't follow a coward. They don't follow lafaard. En baby's volgen geen lafaarden. They follow a leader. Want ze volgen een leider. You want to raise them? Wil je ze opvoeden? Be their example. Wees dan ook hun voorbeeld. Be their example. Wees hun voorbeeld. Don't preach about fornication. You yourself, you are fornicating. Predik niet over hoererij en jij vervolgens pleegt nog zelf hoererij. Don't preach about smoking. You yourself, you are smoking. Predik niet over niet roken terwijl jij nog rookt. Don't preach about stop looking at girls. You yourself, you are a master in that. En predik niet over dat je niet naar mij kijkt terwijl jij zelf daar meester in bent. Let them be around you. Laat ze zijn om je heen. They see the way you live. En zien hoe je leeft. They see how you talk. En dat ze zien hoe je praat. Because. En omdat. Babies. They are still looking for their identity. Nog steeds op zoek zijn naar hun identiteit. So Paul said. Dus Paulus zei. Follow me as I follow Christ. Volg mij zoals ik Christus volg. That means. En dat betekent. There is somebody they are looking at. Dat er iemand is waar ze naar opkijken. They are babies. Want het zijn baby's. But look at our churches now. Maar kijk nou tegenwoordig naar onze kerken. They call it fashion. Ze noemen het mode. You are the pastor. Jij bent de voorganger. You show up with a broke jean. Jij komt nu met je kapot gescheurde broek aan. I know somebody will be angry with me online, but en I ik weet dat iemand online boos wordt, maar dat interesseert me helemaal Because niet. Want the Old Testament, het Oude Testament God told the priest, zei God tegen de priesters: Don't appear before me naked. Verschijn niet naakt voor mij. God, did not change. God is daarin helemaal niet veranderd. You are coming there with a broke jeans. You said it's not in the clothes. En je zegt ja, maar het zit toch niet in de kleren. We want to reach this generation. We willen namelijk de generatie bereiken. Which generation are you talking about? Welke generatie heb je het nou over? Whoever told you that you reach a youth by being a youth? Wie heeft je gezegd dat je een jongere moet benaderen door zelf een jongere te zijn? Who told you that? Wie heeft je dat gezegd? So, let me ask you a question. Dus laat me je de vraag stellen. Let me just tell you how stupid people Laat me je can be gewoon sometimes. Laten zien hoe dom mensen soms kunnen zijn. So, dus. When Nana was giving breast milk to Sophie. Wanneer Nana's borstmelk gaf aan Nana. To give Sophie breast milk. Werd je nu in één keer ook Sophie om borstmelk te kunnen geven? Nonsense. Wat nonsense. Canal people. Vleeselijke mensen. They are looking for something to grow. Ze zijn op zoek naar iets waar ze van kunnen groeien. You are there acting like them. En u gedraagt je net als hun. When their broek is down here. Wanneer hun broek half gezakt is. You talk to a pastor, you come on stage. Your broek is down, then you pull it up. En dan ga jij ook op het podium komen met je broek half naar beneden en dan trek je het naar boven. Babies move showing their underwear. En baby's gaan rond door hun ondergoed. Nobody want to see your zien. Underwear. Niemand wil jouw ondergoed It's not zien. Important. Dat is niet belangrijk. You put your broek here. Je zet je broek half op Are je bil. Ben je gek geworden of zo? Since you met your pastor, did you see his broek here? Sinds je je voorganger hebt ontmoet, heb je je broek, zijn broek gezien half op zijn bil? And they call it fashion. En dat noemen ze modisch. It's because you are not raised. Het is omdat je niet bent opgevoed. You are not raised. Je bent niet opgevoed. Let me tell you something. Laat me iets zeggen. Certain things can work only in certain environment. Bepaalde dingen kunnen alleen maar werken in bepaalde omgevingen. If you want to reach all class of people, maar wanneer je allerlei soort klassen van mensen wilt you bereiken, have to change some things. Moet je bepaalde dingen beginnen te veranderen. Amen. Amen. Ja.
It can only work at the level of the ghetto. Wat kan alleen maar werken bij het niveau van de ghetto. And those will be the people that will celebrate you. Ja, en dat zullen de mensen zijn die je zullen vieren dan. It doesn't matter whether you have 1 million. Het maakt niet uit of je dan 1 miljoen hebt. The ghetto will celebrate you. Dan zal de ghetto je vieren. But any reasonable man will not celebrate maar you. Elk redelijk persoon zal je dan helemaal niet vieren. Simple. Zo simpel is het. So train them in the word. Dus train ze in het woord. Also, make them to know you believe in them. Laat ze ook weten dat je ook gewoon in ze gelooft. You believe in them. Dat je in ze gelooft. It's not everything they talk about that you have to cut them short. Het is niet alles wat ze zeggen dat je in één keer moet afkappen. No. Nee. Sometimes just listen to the way. Soms moet je gewoon echt even gewoon kunnen aanhoren wat then ze zeggen. Then take their own statements. En ze maken hun eigen uitspraken. Take their own statements. Neem dan hun eigen uitspraken. And ask them questions. En stel ze daar vragen over. Their own statements. Hun eigen uitspraken. And then they will notice that what they just asked you was very foolish. En dan zullen ze zien wat ze dan jou op dat moment hebben gevraagd heel dwaas was. We should come to a place as believers. We moeten op een plaats komen als gelovigen zijnde. That if we want to help a baby. Dat als we een baby graag willen helpen. We should be running over. Dat we over moeten stromen. We need the wisdom of God. We hebben dan de wijsheid van God nodig. There's somebody who need the wisdom of zeg God. Tegen iemand, je hebt de wijsheid van God nodig. Give them their strength. Geef ze hun kracht. Their strength is the word. Hun kracht is het woord. Amen. Give them their. Geef ze dan hun kracht. Jesus could not do mighty work there. Why? Jezus kon daar geen machtig werk why? Verrichten. Waarom? Unbelief. So. Vanwege ongeloof. So can you imagine? Dus kun je voorstellen? When you are there. Wanneer je daar bent unbelief, en jij zaait ongeloof to a baby, bij een baby, every little thing, dan elk klein little dingetje baby, bij een klein hoofdpijntje. Heb je paracetamol ingenomen? Every little thing, come, bij elk klein dingetje. Oh kom, laat me maar voor je bidden. The baby go to school face some challenge. En die baby gaat naar school toe en die krijgt bepaalde uitdagingen. You put your broek, me too, I'm going to school. En zegt, oh, nu ga ik ook naar school toe. To go do what? Om wat te doen? To really go do what? Om wat te doen? No, I will sit you down. Nee, ik ga met je zitten als je then met me bent. En dan ga ik je onderwijzen. One day I was sitting down with my daughter. I told op een dag. Any guy that tried to touch you, give the guy a slap. Iemand wie je ook probeert aan te raken, klap ze. Jongens die in de school komen. They can just touch girls en ze denken dat ze zomaar een dame kunnen aanraken op de kont of wat dan ook. Slap ik zeg, guy. Klap die gast! Period! Klaar! Let them know you are not cheap. Laat ze weten dat je niet goedkoop bent. But some girls, maar sommige meisjes, they love that kind of attention. Die houden juist van dat soort aandacht. You are 12 years old. Je bent 12 jaar. You don't even know yourself what. En je kent niet eens je eigen waarde. That's why when you come to church, en daarom als je naar de kerk komt. Your pastor need to educate you. Moet je voorganger je daarin onderwijzen. Also, when you go to the street, ook wanneer je op straat gaat. The street, you're walking het moment dat je op straat bent. In één keer begint dat loopje van je te veranderen. Begin je zo joma te zeggen. What is wrong with you? Wat is er mis met je? Since last when did you saw your pastor, sinds wanneer heb je je voorganger zo zien hinken? Does your pastor act like that? Doet je voorganger ook zo? Follow me as I follow. Volg mij zoals ik Christus volg. Say babies. Zeg baby's. Say babies. Zeg baby's. Say babies. Babies. So why must you talk to them like that? Dus waarom moet je zo tot ze spreken? Because irrespective of the fact that they don't know their authority. Omdat ongeacht van het feit dat ze hun autoriteit niet kennen. They also always have mixed feelings. Hebben ze ook altijd maar gemengde gevoelens. Today, the person is on fire. De ene dag is die persoon vurig. I don't even know why people call that fire. En ik weet niet eens waarom mensen dat echt vurig noemen. Then the next day, en de volgende dag. The person is feeling like, you feel like there is no fire. Voelt die persoon alsof er helemaal geen vuur meer is. The truth is, maar de waarheid is. Het is gewoon nog een kind. That is living every day by how I feel. Die elke dag leeft en afgaat op zijn gevoelens. I will come to church today because I feel good. Dus je komt vandaag naar de kerk omdat je dan goed voelt. And you think if you don't come, en je denkt dat als je niet komt, you are helping the pastor. Dat je dan de voorganger daarmee helpt. You think without you, je denkt dat zonder jou the pastor will not do ministry. De voorganger geen bediening kan voeren.
And you think en je denkt your presence is very powerful. Dat je aanwezigheid zo krachtig is. So you sit in your house. Dus je zit thuis. Sit, I'm not going. En zeg je, ja, maar ik ga vandaag niet. Ik ben boos. I am angry. Okay. Have you seen those babies that say, I don't want to eat? Heb je die baby's al gezien? Ik ga niet eten. Have you seen those babies right there? Heb je wel eens die baby's gezien? Ze worden boos. Like, ze zeggen, I'm not going to eat. I raised my kids. Ik heb mijn kinderen opgevoed. Let me tell you what I did. Laat me je zeggen wat ik deed. When they acted like that, als ze zich zo gedragen, I to choose not to give them food. Dan kies ik ervoor om ze helemaal niet te eten te geven. Look at me. Kijk maar. I just told you something. Ik heb je net iets gezegd. And I wait for them. En ik wacht. You will be hungry. Je gaat honger krijgen. Along the line. So I'm not coming to go back. Dus ik ga niet smeken. To go back you. Om je te smeken. What will be the hungry? Wat? What will be the hunger? Wat gaat die honger zijn? Something can happen to you. Iets kan je overkomen. You will know. Dan ga je weten. You will remember. Je gaat je herinneren. Who to call? Wie je dan moet even bellen. If your pride came, you say you're zelfs not gonna call. Als je you trots in de soep. Je gaat niet bellen, nou, dan ga je toch in die soep zitten. Arrest them. Ik heb ze opgevoed. When I was about to give them vegetable, they do like that. Toen ik ze groenten wilde geven, begonnen ze het een beetje een soort van uitspugen. I didn't do anything. Ik deed niets. I did not change the meal. Ik ben niet veranderd van maaltijd. I just took the meal. Ik nam die maaltijd I put weer. The same meal en where, weer where zet to ik be. Dezelfde maaltijd so when they voor are done neus. With, I give it back to them. Dus als ze klaar waren met het gespuug, gaf ik het ze weer terug. Because they don't know what is good for them. Ze weten niet wat goed voor ze is. You that you are feeding them. Jij die ze voedt. You know what is good for them. Weet wat goed voor ze is. Stop letting a baby tell you. Houd ermee op om een baby je te laten zeggen wat die moet doen. Because at the end of the day. Want uiteindelijk. God will not blame them. Zal God het hun niet kwalijk nemen. He will blame. Maar ze zullen het u kwalijk nemen. He will blame who? Hij zal het wie kwalijk nemen? He will ask you. Hij zal vragen, what were you doing with your brains? Wat deed je met die hersens van je? Because babies don't think for themselves. Want baby's kunnen niet denken voor hunzelf. Even though they think they know. Ook al denken ze dat ze het allemaal weten. You are the brains. U bent die hersenen. Let me ask you a question. Somebody get a blank sheet of paper. Mag ik een blanco een velletje papier? A blank sheet of paper. Helemaal wit. Blank sheet of paper. Een blanco velletje papier. I'm teaching you something. I'm going somewhere. Ik leer je iets mee. Ik ga ergens naartoe. It's fundamental lessons. Het is fundamentles. These are the things that we miss in church. Dit zijn de dingen die er ontbreken in de kerk. Thank you, my boy. Watch this thing. Let op. Is there anything on this paper? Staat er nu iets op dat papiertje? Who taught the baby to say papa? Wie heeft de baby geleerd om papa te zeggen? Who? The father, the mother. So when you say papa. Dus wanneer je zegt papa. Give me your pen. You wrote something in their brain. Papa. Their brain was blank till you say papa. En hun hersenen waren blanco totdat je papa tegen ze zei. Are you in this room? Bent u in deze ruimte? Yes, sir. When you say mama. Wanneer je zegt mama. 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 Say mama. Zeg mama. Say mama. Zeg mama. They say mama. Zeggen ze mama. You are the one that wrote in their brain mama. Dan bent u dus degene die in hun hersenen heeft gegrift mama. It's the same when they are born again. En het is hetzelfde ook met als ze net wedergeboren zijn. I say is, ik zeg, they say. Het is hetzelfde met als ze net wederom geboren zijn. Because they came to church with all their rubbish in want their head. Ze zijn gekomen naar de kerk met al die rotzooi nog in hun hoofd. You are the one. En jij bent degene. To take it out. Om dat daaruit te halen. And replace it with the word. En daar in ruil voor het woord van God te brengen. So stop talking to them. Dus hou ermee op om met ze te praten. To make them feel good. Om ze zo goed te laten voelen. Somebody say, iemand zegt. Well, I preach the word. Ja, maar ik predik het woord. But nothing happened. Maar er gebeurt niets. Who told you? Wie heeft u dat gezegd? Hallo. Who really told you nothing? Wie heeft je gezegd dat er niks Ask is gebeurd? These babies that come to church. If vraag you are die baby's maar. Church, when they are home. Als ze thuis zijn. By themselves. En ze zijn alleen. They remember. Dan herinneren ze zich echt if nog wel. They do something stupid, als ze iets doms willen doen. They will hear their voice. Dan horen ze je stem. Mm-hmm. How many?
people just got born again yesterday? Hoeveel mensen zijn hier net pas wedergeboren? How many people have been in this church and have experienced that? En hoeveel van u hebben dit in deze kerk ervaren? Simple. Simple. Ons probleem is. You are teaching them. You are going by feelings. Je leert onderwijzen, maar je gaat af op je gevoelens. I don't know whether they really get it. Ja, ik weet niet of ze het wel echt begrijpen. Maar ben jij de Heilige Geest? Dan? Are you? Ben the jij Holy dan Ghost? De Heilige Geest? The Holy Spirit tells you, go teach. De Heilige Geest zegt tegen u, ga onderwijzen. Why don't you trust him? Waarom vertrouw je dan niet op hem? That he is the Spirit. Dat hij de Geest is. That convicts. Die overtuigt. My preaching was not with the enticing words of man's wisdom, but in the demonstration in spirit. En mijn prediking was niet in vleiende woorden, maar van betoon van geest en kracht. In spirit and in power. Betoon van geest en kracht. Never you sow seed of unbelief. Zij nooit zaden van ongeloof. In a child. In een kind. You are writing the wrong letter. Want dan schrijf je de verkeerde brief. Even when they face challenges. Zelfs wanneer ze door uitdagingen heen gaan. Train them how to do it. Train ze dan hoe ze het moeten aanpakken. Don't always have the attitude of doing it. Heb niet altijd de houding van het te doen. Because you must see it like this. Want je moet het zo zien. One day you will not be there. Op een dag ga jij er niet zijn. Sometimes even. Soms zelfs. When things are happening around them, behave as if you don't know. Wanneer er dingen om hun heen gebeuren, gedraag je alsof je het niet weet. Oh, some of you think the things that happen in church is new for me. Of denk je dat sommige van de dingen die in de kerk gebeuren helemaal nieuw voor me zijn? Oh, sometimes I just wait for you to retire. Nee, soms wacht ik gewoon totdat je er een keer moe van gaat worden. Because I know one day you'll be tired. Want ik weet dat je er op een dag moe van gaat zijn. And the day that you are tired. En de dag dat je er moe van bent. You want us to talk. Dan wil je dat we een gesprek voeren. And before you make a statement, en I will tell you I can even analyze the thing from day one. Kan ik het vanaf dag 1 al voor je analyseren? Yes. Yeah. Some few people that have been with me, they can tell you that. I can tell you the thing from day one. I can even tell you when it started. I can tell you the whole thing. Then you ask, why didn't he say anything since? Because I saw that you were trying to. En sommige mensen, ze weten al dat ik ze vanaf dag 1 kan vertellen wat er aan de hand is. Maar ja, ik zei niks. En kan je afvragen waarom. Maar ja, jij probeerde toch stoer te zijn. Allow the babies to grow. Sta babies toe om te groeien. Tell somebody, give them space to grow. Zeg tegen iemand, geef ze de ruimte om te groeien. Say, give them space to grow. Zeg, geef ze de ruimte om te groeien. Say, give them space to grow. Geef ze de ruimte om te groeien. So when you look at babies, they don't know how to talk. Dus als je naar baby's kijkt, dan weten ze niet te praten. They don't also know how to walk. En ze weten ook niet te lopen. They need somebody to help them. Ze hebben iemand nodig die ze daarmee kan helpen. Because we walk by faith. Want we wandelen door geloof. Ah. They only know how to do it with their senses. Ze kennen het alleen maar door hun zintuigen te gebruiken. They don't know how to talk. Ze weten nog niet te praten. So today they say I'm frustrated. Dus de ene dag zeggen ze, ja, ik ben gefrustreerd. The next day, en de volgende dag, I feel good. Ik voel me heel goed. The other day, en een andere dag weer, I don't know what I feel. Ik weet niet wat ik voel hoor. The next day, en de volgende dag, they feel good again. Voelen ze zich weer goed. A believer is not supposed to be feeling good and not feeling good. Maar een gelovige hoort niet de ene dag zich wel te goed voelen en de andere dag niet. You see, we have one direction. Want we hebben maar één richting die we opgaan. We always feel good. En dat is dat we ons altijd goed voelen. Because feeling good is not the absence of trials. Want goed voelen is niet de afwezigheid van problemen. Jesus said, in the world you have what? Jezus zei, in de wereld zul je verdrukking hebben. But in me you have... Maar in mij heb je vrede. Then he said what? En toen zei hij wat? He said, in me you have peace. In mij zul je vrede hebben. Then he ended up by saying, cheer en toen up. Zei hij... Wees bemoedigd. He said, cheer up, for you have overcome. Want u heeft de wereld overwonnen. Is that what he said? These things I've spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have, but be of good. Did he say be sad? En zei hij, oh, je moet verdrietig zijn. So, feeling sad. Dus je verdrietig voelen. Feeling happy. Of blij voelen. Sad. Happy. Verdrietig blij. Sad, happy. Verdrietig blij. It's babies.
dat hebben baby's. Why? Waarom? They don't know who they are. Omdat ze niet weten wie ze zijn. Because even the problems that are coming your way, want zelfs de problemen die je kant op komen, you have already overcome it. Die heb jij al overwonnen. Tell the young man to stand at the back. You have already overcome you. JL, stand at the back. It is very important. Het is heel erg belangrijk. As believers in Christ. Als gelovigen in Christus. That we learn. Dat we leren. To train the babies. Om die baby's te trainen. In a proper way. Op de juiste manier. Tell somebody in a proper way. Zeg tegen iemand op de juiste manier. They are blank papers. Ze zijn blanco velletjes. They need you. En hebben u nodig. They need you how you handle them. Ze hebben je nodig in hoe je ze behandelt. And also don't be always easily angered with these people. You are just angry. En wees ook niet snel boos om elk klein dingetje wat ze doen voor wat. Let me tell you. Laat me eens zeggen. I save my energy for a lot of things. Ik bespaar mijn energie voor heel veel dingen hoor. Be angry with you. Boos op je zijn. For what? Voor wat? I will smile with you. Ik zal met je lachen. Give you some small discipline. Geef je een beetje kleine discipline. And see how you can run. En ik zal kijken hoe je zult rennen. The next thing about babies. En het volgende over baby's. You see, Paul said something. En Paulus zei iets. When I was a child. Toen ik nog een kind was. What? Toen sprak ik als een kind. When I was a child. Toen ik nog een kind was. So, tell somebody it's a process. Dus zeg tegen iemand, het is een proces. Say, allow them. Zeg, sta ze toe. To grow. Om te groeien. Say, it's a process. Zeg, het is een proces. Say, allow them. Zeg, sta ze toe. To grow. Te groeien. Say, it's a process. Zeg, het is een proces. Allow them to grow. Sta ze toe te groeien. Most of the time we don't let them grow. Vaak laten we ze niet groeien. We want them to be like us overnight. Maar we willen dat ze in één nacht ijs zo worden als as ons. If you, when you were born again, you just start to run. Alsof u toen u wederom geboren werd, dat u in één keer bent gaan rennen. It doesn't go like that. Zo werkt het niet. So now let's see something here. Dus laten we nu iets hier bekijken. Say the word. Zeg het woord. The third thing that you must. Handle babies. Het derde met hoe je met baby's om moet gaan. Is how they see themselves. Is hoe ze zichzelf zien. Say how they see themselves. Zeg hoe ze zichzelf zien. Okay. Okay. Go to the same First Corinthians. Ga naar diezelfde 1 Corinthiërs. Let's start to read from verse 4 to 5. En laten we beginnen te lezen van vers 4 tot en met 5. For while one said, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who is then Paul? And who is then Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. Watch this. Let op. Because you are a baby. Omdat u een baby bent. Have you seen these people that come to church? They say because the pastor acted like this. En heb je wel eens die mensen gehoord die naar de kerk komen en zeggen ja, omdat de pastor zo heeft gedaan? I don't like the way the pastor spoke. Ik hou er niet van hoe die pastor sprak. You want to know why? Weet je waarom dat is? It's simple. Heel simpel. They are still looking it in people. Ze zijn nog steeds naar op zoek in mensen. Why? Waarom? They don't know themselves. Omdat ze zichzelf niet kennen. So, you don't blame them. Dus kan je het ze ook niet kwalijk nemen. You don't blame them either. Je kan het ze ook niet kwalijk nemen. It is very important. Het is heel erg belangrijk. As believers in Christ, als gelovig in Christus, you should understand dat u moet begrijpen that you are somebody's mirror. Dat u iemands spiegel bent. Amen.
When you bring somebody to church, als je iemand naar de kerk brengt, it doesn't matter your age, dan maakt niet uit wat je leeftijd is. God expects you to be an example. Dan verwacht God dat jij het voorbeeld voor ze bent. They came to church. Ze zijn naar de kerk gekomen. Because they saw something in you. Omdat ze iets in jou hebben gezien. They followed you to church. Ze hebben je gevolgd naar de kerk. Because they want to learn. Omdat ze graag willen leren. There is something about you that they admire. Er is iets van u wat ze bewonderen. That's why they are in church. En daarom zijn ze in de kerk. That's why somebody raising a baby. Daarom iemand die een baby opvoedt. You must do your best. Die moet zijn best doen. That you don't act unwisely in front of them. Dat u niet onverstandig handelt voor hun. Because it affects their emotions. Want dit heeft dan effect op hun emoties. It doesn't justify their actions. En het rechtvaardigt niet hun acties. But they don't know better. Maar ze weten niet beter. They are looking at you. Ze kijken naar u. Their focus. Hun focus is on you. Is op u. Paul zei, follow me as I follow Christ. Paulus zei, volg mij zoals ik Christus volg. You are the one to help them to become disciples and followers of Christ. U bent degene om ze te helpen om ze te discipelen en volgers te worden van Christus. So even when you make jokes with them. Dus zelfs als je grappen met ze maakt, you must know your limits. Dan moet je ook je grenzen dan in kennen. Even when you talk to them. Zelfs als je met ze praat, you must weigh it. Moet je dit in overweging nemen. Can they carry this information ze right now? Deze informatie op dit moment wel handelen. Sometimes we just want to tell them everything. En soms willen ze wel altijd maar alles meteen aan ze vertellen. For what? Voor wat? Don't waste your energy. Verspil je energie niet. Most babies need to be carried. De meeste baby's moeten nog gedragen worden. You are the one to carry them. U bent degene die ze moet dragen. But while you are carrying them, maar terwijl u ze draagt, be training them. Train ze dan ook. Amen. Be their example. En wees hun voorbeeld. You can even get up in the morning. Je kan zelfs 's ochtends opstaan. If you notice, it's one of those lazy babies that are always late. En als je ziet dat het een van die luie baby's zijn die altijd maar te laat komen. Pick your phone. Pak je telefoon. I'm calling you now to be on Ik time. Bel je nu, zodat je op tijd komt. Are you still sleeping? Slaap je nog? Okay, wake up. Okay, word wakker dan. What are you doing? Wat doe je daarmee? You are motivating them. Je motiveert ze. You must not do that. Je moet dat niet per se doen. Every day. Elke dag. One day. Gewoon een dag. The Lord will tell you, stop it. En op een dag zal de Heer zeggen, nu moet je ermee ophouden. Because God wanna see. Want God wil zien. Whether they can do it by themselves. Ze dit uit zichzelf zullen gaan doen. It's hard work. Het is hard werken. But it's good. Maar het is heel goed. Amen. Are you learning something? Begrijp, leert u iets? They always see themselves in you. Dus ze zien zichzelf altijd terug in u. That's why you hear them, they will say, my papa said this. Daarom als je hoort ze zeggen, ja, mijn papa heeft when het you gezegd. Are mature, maar wanneer je volwassener bent geworden, in, the faith, in het geloof, you even look some things from your earthly roots. Dan kijk je zelfs bepaalde dingen vanaf hun aardse wortels. You say, you know what? En dan zeg je, weet je wat? I know you acted like this. Ik weet dat je zo hebt gedaan. But me, I'm not gonna act. Maar ik ga helemaal niet see, zo doen. Let me tell you something. Laat me zeggen. I was in a church. Ik was in een kerk. I see the way they handle the poor. En ik zag hoe ze daar met de armen omgingen. And you see, I have... You see, for me, I have a habit. En voor mij, ik heb de gewoonte. Voor mij is I just gewoonte. Love to read. Dat ik hou van lezen. For me is a habit. Voor mij is dat een gewoonte. I love to read. Ik hou van lezen. So, watch this. Dus let op. I was looking at some things in that place. Ik keek naar bepaalde dingen aan die plaats. The Bible says, take care of the zegt, widows. Zorg voor de weduwe. The Bible says, de Bijbel take care zegt, of the poor. Zorg voor de armen. God doesn't like tradition. God houdt niet van traditie. Because. Omdat. Tradition. Traditie. Can frustrate the word of God. Het woord van God kan frustreren. I sat in that place. En ik zat in die plaats. I saw all those things. En ik zag al die dingen.
I made my head like this. En ik begon zo met mijn hoofd te knikken. I didn't quit. Ik gaf het niet op. Neither did I leave the place. En ik ging ook niet weg daar. I was still there. Ik was daar nog steeds. But I was just different. Maar ik was gewoon anders. I noticed also, en ik merkte ook they were op not evangelizing. Dat ze ook helemaal niet evangeliseerden. So what did I do? Dus wat deed ik? I made the church flyer. Ik had de kerkflyer gemaakt. I wrote the message of salvation. En ik had de boodschap van redding erop geschreven. I went to the pastor. En ik ging daarmee naar de voorganger. I said, sir, en ik zei, meneer, what do you think? Wat denkt u hiervan? Do you think we should use this? Before denkt then, u dat we dit I kunnen used gebruiken? To order Masbach. En voor die tijd bestelde ik altijd Masbach. With my own money. Dat deed ik met mijn eigen geld. But they fought me for giving me nasi. But I bought Masbach with my money. Maar ze maakte ruzie met me om nasi te kopen, maar ja, ik kocht wel mijn eigen Masbach. Where did I learn this from? Waar heb ik dit van geleerd? I was just a Bible student. Gewoon omdat ik een Bijbelstudent was. Then I begin to take them. En toen had papa Aaron zich betrokken. I built the evangelistic team. En ik had zelf het evangelisatieteam opgebouwd. All by myself. En dat had ik zelf gedaan. I took them to the streets. Ik nam ze mee de straat op. I started with him. Ik begon met hem. Then, en toen I get my mother involved. Laakte ook mijn moeder erbij betrokken. I think I start this whole thing with my mother. En eigenlijk was ik ermee begonnen met mijn moeder. I picked her under the rain. En ik ging met haar midden in de regen. We will go preach. En dan gingen we prediken. I will never forget those days. Ik zal die dagen nooit meer vergeten. Come market. Bij de Albert Cuypmarkt. Me and mama, we will ik stand en mama under the rain. Stonden gewoon in de regen. To win souls for the Lord. Om zielen te winnen voor de Heer. Then I pull evangelists in. En toen trok ik evangelist mee. Then the group start to get en toen bigger. Werd de groep groter. And one day the Lord said en op een dag zei de Heer tegen mij. Why don't you write an evangelistic tract? Waarom schrijf je niet een evangelistisch traktaat? Instead of going to order it from Masbach. In plaats van dat je het bij Masbach bestelt. So I sat one night. Dus ik ging op een avond zitten. I wrote the thing. En ik had het geschreven. I took it to the pastor. Ik nam hem mee naar de voorganger. Because I learned how to submit. Omdat ik geleerd heb hoe me te onderwerpen. Not because somebody told me to submit. En niet omdat iemand het me verteld heeft dat ik me moest onderwerpen. Now they have to teach people everything. Tegenwoordig moet je mensen alles leren. Nobody taught me that. Nee, niemand heeft me dat geleerd. When you are filled with the Holy Ghost. Wanneer je namelijk echt gevuld bent met de Heilige Geest. When you are, you see. I was always speaking in tongues. Ik sprak altijd in tongen. When I'm quiet, als ik stil was, I'm speaking in tongues. Sprak ik nog steeds in tongen. When I'm looking at people, als ik naar mensen keek, I'm speaking in tongues. Sprak ik in tongen. I could see things. Ik kon dingen zien. And I would be speaking in tongues. En dan sprak ik nog steeds in tongen. I was just reading my Bible. Ik las gewoon mijn Bijbel. The pastor told me. De pastor zei tegen mij. Yes, sir. Ja, meneer. It's a good thing, Jean-Pierre. Hij zegt, het is goed, Jean-Pierre. That you are doing. Wat je doet. We printed the thing. En we hebben het geprint. Not with church money. Niet met het kerkgeld. With our own money. Met ons eigen geld. You people think you have seen ministry. En jullie denken dat jullie bediening hebben gezien. Nee. And when God was telling me, en toen God me zei. Go be a pastor. Wees een voorganger. I said, who? Zei ik wie? Me. Ik? No. Nee. Because my experience with pastors were bad. Omdat mijn ervaring met voorgangers slecht was. I told him me a pastor. Ik een voorganger. I went into bargain with God. Ik ging gewoon in discussie met God. They erover. All knew. Ze wisten allemaal that I'm running away from dat ik wegrende van iets. They all knew, but I chose to not tell them. Maar ik had er ook voor gekozen om ze dat niet te because vertellen. Because they were looking at me as their pastor. Keken. Naar mij op alsof ik ben mijn voorganger was. To tell them, I'm running away from something. Ik had ervoor gekozen om ze niet te vertellen dat ik eigenlijk wegrende. I ran away. Ik rende weg. Bad experiences. Slechte ervaringen. Because I was there in church. Omdat ik daar in de kerk was. But this thing is written in the Bible. Ik zeg maar, er staat toch geschreven in de Bijbel. Why are you not doing it? Waarom doet u het dan niet? Then we used to have people come to church. En dan hadden we altijd mensen in de kerk kwamen. That were criminals. En dat waren criminelen. Then some of them. En sommige van ze. They have been born again. Die werden wedergeboren. But they need help. Maar hadden hulp nodig. And the church. En de kerk. Do nothing. Deed er helemaal niets aan. I do like this.
I said, I knew these guys are going back. And they went back. Die gasten gaan toch weer terug. En dat deden ze ook. They went back. Ze gingen er toch weer in terug. When a baby comes out from the world, wanneer een baby uit de wereld komt, you need to take a warm hand and, dan moet je ze met warme armen omarmen. And them. En ze dan omarmen. There should even be a team. Er moet zelfs gewoon een heel team zijn. In church. In de kerk. Somebody told me, iemand zei God, tegen me, mijn God. You people are organized. Jullie zijn zo georganiseerd. So you have counselors. Dus je hebt raadgevers. You have this, je hebt dit. That are talking to this, talking to that. Praten met it's die, not die. Common. Dat is I never gewoon. Saw this before. Dat heb ik nog nooit yes, it's because I read in the Bible. Het is omdat ik heb gelezen in de Bijbel. Not everybody can reach the pastor. En niet iedereen kan een voorganger bereiken. So today, if you are a baby, luister, als je een baby bent, of je bent net wederom geboren, of je bent in de kerk. When I'm in the hallway trying to greet you and hug you, don't tell me your problems. En als ik in de hall ben en ik kom langs en je komt naar me toe, hoef je niet over je problemen te gaan beginnen. I'm just giving you love. Ik geef je dan gewoon liefde. You have counselors. Je hebt daar je counselors voor. Do you hear this? Hoor je dit? Go to them. Ga naar hun toe. Talk to them. En praat met If ze. You need an appointment, als je een afspraak nodig hebt, make it. Dan zullen zij die voor je maken. Hallo. It's because I don't want to avoid you. Het is gewoon omdat ik je niet vermijden, wil vermijden. And I don't want to, be a stranger to you. En ik wil ook niet een vreemde voor je zijn. So I come to you, I hug you. Dus ik kom naar je toe en ik knuffel je. Smile with you. En ik lach met je. Sometimes I may be even be pushed. En soms mag ik misschien gepusht zijn om je te vragen hoe gaat het echt met je. En het wordt geleid door de geest. But if I'm not asking you anything, maar als ik je niet vraag, dan heb ik je gewoon lief. You to just love me back. Dan geef ik je gewoon liefde. Dan moet je mij ook liefde teruggeven. Oké. Okay. And then talk to your counselor. En dan moet je met je counselor. Why? I don't want you people to grow up not understanding what authority is. Want ik wil niet dat je opgroeit en niet in weet wat gezag inhoudt. Because if you keep bypassing your counselor, want als je steeds voorbij je you will never gaat, know what submission is. Ga je nooit weten wat onderwerping is. You will never know what authority je gaat is. Nooit weten wat autoriteit and inhoudt. Somebody that doesn't submit will en never iemand walk in authority. Die zich nooit onderwerpt, gaat nooit wandelen in autoriteit. Go to them. Ga naar hun toe. They are the helping hands of the pastors. Zij zijn de helpende handen van de voorgangers. Don't bypass them. Ga aan hun niet voorbij. That's why they are your counselors. Want daarom zijn ze jouw counselors. And when I'm around, I'm just hugging you. En wanneer ik in de buurt ben en ik geef je gewoon een knuffel. And I'm loving you. En ik geef je liefde. Take it. Dan moet je dat ook aannemen. Do you get what I'm saying? Begrijpt u wat ik zeg? Babies need that. Baby's hebben dat nodig. They need a warm hand ze hebben them. Een warme omarming nodig. It's like a child when the child is born. Net als het kind als het geboren wordt. The child need to be welcome. Moet dat kind welkom geheten worden. Taken care of. En er moet voor gezorgd worden. Loved. Geliefd zijn. Also avoid always judging babies. En they are babies. Vermijd het ook om altijd baby's te veroordelen. Ze zijn alleen nog maar baby's. They poop on the liar you complain. Ze poepen in hun luier en dan klagen ze al. What do you want them to do? Wat wil je dan dat ze doen? You have to train them how je moet to ze trainen do potty. Hoe gewoon op het potje te gaan zitten. You have not trained them yet. You are angry. Je hebt ze nog niet getraind. Je wordt gewoon boos op ze. They don't know how to talk. Ze weten niet te praten. Then they come to you, they do like, komen yo, ze man. Toe en ze zeggen, hey yo man. You just got angry. En dan word je ineens boos. Why? Waarom? They don't know better. Ze weten het niet beter. Oh, they tap you on your back. Of ze tikken je eventjes op je schouder. Don't get angry. Dan moet je niet boos worden. They don't know better. Ze weten het niet beter. You can call them nicely. Je kunt ze rustig apart nemen. Say, don't do that en zegt, dat moet je volgende keer niet meer doen. Because the way you respond to them, you can push them away. Want de manier hoe je op ze reageert, kun je ze wegduwen. And you will be held responsible. En dan word jij daar verantwoordelijk voor gehouden. That's why you need to be patient. Daarom moet je ook echt geduld hebben. Give them time. Geef ze tijd. Give them time to grow. Geef ze wat tijd om te groeien. Give them time to develop. Geef ze tijd om te ontwikkelen. They will definitely grow. Ze zullen groeien. If you know what love is. Als jij weet wat liefde is. So remember. Dus onthoud. You are their role model. Dat jij hun voorbeeld bent. So after I saw all these things in church, dus nadat ik al deze dingen heb gezien in de kerk, I say, Lord, zei ik, Heer,
You said, u heeft gezegd, I should bring redemption to the people. Ik moet verlossing aan het volk brengen. I should go be a pastor. En een voorganger moet zijn. Are you sure? Weet u dit wel zeker? He said, yes. Hij zei ja. He said, leave your job. Hij zegt, verlaat je baan. But let me tell you, maar laat me eens zeggen. It was not because I wanted to be a pastor. En het was niet omdat ik zo graag voorganger wilde worden of zo hoor. But God already saw some traits in me. Maar God zag al bepaalde karaktereigenschappen in mij. My mama stand for me. God saw that I was not a pastor yet. God zag dat ik nog geen voorganger was. That I was helping the poor. Maar dat ik wel de armen hielp. God also saw. Maar God zag ook. I was not a pastor yet. Dat ik nog geen voorganger was. But watch this. Maar let op. I wasn't a pastor. Ik was geen voorganger. But we take people into our homes. Maar we namen wel mensen in huis. God also saw that I could travel far. God zag ook dat ik van ver kon reizen. Just for one soul. Voor één ziel. He saw all those things. Al die dingen zag hij. God saw that the people that I won them for the Lord. God zag dat de mensen die ik won I voor de Heer. Their telephone numbers. Dat ik hun telefoonnummers I will nam. Follow them up. En ik ze opvolgde. Then I will send them to churches. En dan stuurde ik ze naar kerken toe. And once in a while I will call them. En bij tijd te wijlen belde ik ze. Dit is mijn moeder. I will call them. Ik belde ze dan op. How are you doing? Hoe gaat het then met je? I will pray for them. En dan ging ik voor ze bidden. I was doing all those things. Al die dingen deed ik. God saw that we gave people money. God zag dat we mensen geld gaven. Ik ben het niet vandaag pas gaan doen. He saw all those things. Hij heeft al die dingen gezien. Then he's asking me, why are you running away? En toen vroeg hij me, waarom ren je hier van weg? You already were acting like this. Je gedroeg je al zo. I know there were things you don't like. Ik weet dat er dingen waren die je niet leuk vond. This is not the first place where we send somebody back to school. En dit is niet de eerste plaats waar we mensen terug naar school sturen. Ik deed dit al voordat ik voorganger was. Pick somebody from the street. Dat ik iemand van de straat we had opgepakt for the person. En had gebeden voor die persoon. En die persoon herstelde. We send the young guy to a cook school. En we hadden die jonge man naar een kokschool gestuurd. To do something with his life. Om iets te gaan doen met, hun, met zijn These leven. Things are no news. Dit is geen nieuwtje. Because I understood. Omdat ik begreep Every baby dat elke baby need to be taken care of. Voor gezorgd moet worden. And if you are a leader in this church, en als u leider bent in deze kerk with the many people that are coming to church, met de vele mensen die naar de kerk komen you need a lot of patience. Heb je heel veel geduld nodig. You can put a baby in the media. Je kunt een baby in de media zetten. The baby is there today. En die baby is er de ene dag. Then the next day the baby says, en dan zegt het baby de volgende they call dag. Niet. I don't come. Because the baby is thinking, want die baby die denkt. They are helping you. Dat ze jou helpen. But the baby doesn't know. Maar die baby weet niet. You are training the baby to dat be je blessed. Die baby traint om gezegend te zijn. If you give up on the baby, dus als je het nu opgeeft God bij die baby. Ask you why did you kill the gift? Dan zal God van je vragen waarom heb je die gave gedood. God wants you to discipline dus the baby. God wil dat je die baby disciplineert. But God doesn't want you to kill the baby. Maar God wil niet dat je die baby doodt. God wants you to be patient. Maar God wil dat je geduldig met ze bent. Because they have to grow. Want ze moeten nog groeien. Every department that you are in, there are babies. Afdeling waar je in bevindt, zullen er baby's zijn. Do you know why it's good for you? It makes you to fast and pray, Lord. Maar weet je waarom het goed voor je is? Is omdat het jou ook veel laat vasten en bidden. There are things you don't like. Er zijn dingen die je dan niet leuk vindt. Then you communicate this Sunday. En dan ga je. The next Sunday, the actor straight. You say, but I told communiceren, maar ik heb je I told gezegd. People this thing. Ik heb je dit gezegd. Tell somebody zeg tegen iemand baby's. Say love them. Zeg heb ze lief. Say care for them. En zorg voor ze. Say be prayerful. En wees iemand die bidt voor ze. Say they see themselves. Zeg ze zien zichzelf. In you. In u. Say you are the one. Zeg u bent degene. To point them to Jesus. Om ze te verwijzen naar Jezus. They are looking at you, but you have to point them to Jesus. Zij kijken naar jou, maar jij moet ze wijzen naar Jezus. Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? Say babies. Zeg baby's. Say babies. Zeg baby's. Say babies. Zeg baby's. So, how do you know a baby is growing? Dus hoe weet je nou dat een baby groeit? Their authority begins to change. Omdat hun autoriteit dan begint te veranderen. Their talk, their language begins to hun change. Hun praten, hun taal begint te veranderen. Their authority changes.
Dan verandert de autoriteit. Because they are loaded with the word. Want ze zijn helemaal vol met het woord. Certain things are happening. En bepaalde dingen gebeuren er dan. Say, I rebuke en you, voordat Satan. Je het weet, hoor je zeggen, ik bestraf je Satan. Ik neem autoriteit hierover. I bind this. Ik bind dit. And they are excited. En dan zijn ze enthousiast. That the miracles are happening. Dat er wonderen. One day they will come to a place. Op een dag ze op een. There somebody is growth. Punt komen. Zeg groei. You will be very shocked. Je zult heel gechoqueerd zijn. A baby is doing at that stage works. Want alles wat die baby in die fase doet werkt ook. It works. Het werkt allemaal. When you say Satan, I bind you. Satan, the devil, yes. Ja, dan hoort de duivel het meteen. What is God doing? Wat doet God hiermee? God is building their trust in God him. Bouwt hun vertrouwen in hem op. Next week. Volgende week. Are you learning something? Leert u iets van? So, tell somebody, don't discourage your baby. Zeg tegen iemand, ontmoedig een baby niet. Say always encourage your baby. Bemoedig de baby altijd. Say always. Zeg altijd. Say encourage. Zeg bemoedig. Say babies. Babies. Say encourage them. Bemoedig ze. Say don't give up on them. Geef niet op. Say don't let their attitude. Zeg, laat niet hun houding. Cause you to change. Ervoor zorgen dat jij verandert. Say always love them. Heb ze altijd lief. Say love the babies. Heb de baby's lief. Say love the babies. Heb de baby's lief. Say love the babies. Heb de baby's lief. Somebody stand on your feet.